Mijn vader zei altijd... Alleen als je je boven de menigte uitsteekt, Robert, zie je de gevaren en word je gezien. Hij heeft veel zwarte sneeuw gezien, mijn vader. Hij kauwde altijd op van die oude reepjes stof om zijn mond niet te laten uitdrogen. Hij heeft daar zien springen, mijn zus, uit het raam. Emily, ik ook, maar... Dat wist hij niet. Hij stikte in zijn verdriet. Een jaar later was hij ook dood. Hij zat tot op het eind van zijn leven gebogen over Emile, Olie de Cassion van Rousseau, dat hij aan het vertalen was. Ja, ik stikte niet in mijn verdriet. Nee, natuurlijk niet. Ik was 16, ik had juist baard in mijn keel. En ik masturbeerde altijd met mijn goede vriend Hugo Fletcher in de kelder van mijn vaders boekhandel. 16 jaar. En je zus uit het raam zien springen. Ja, defenestratie van Finistrum, Fnetrum. Eerst zie je een rug en je denkt... Ze zal zich waarschijnlijk... toch nog wel een keer omdraaien. Al was het maar gewoon om goeiedag te zeggen. Maar nee, eerst zie je rug en daarna een leeg raamkozijn. Waar blauwe lucht achter straalt. Maar middenin dat beeld niets meer. En dan een doffe plof. En Munnie. Ploef. Vrouwen zijn bijzonder goed geschikt om opvoedsters en verzorgsters van onze kinderen te zijn. Omdat de vrouw eigenlijk zelf kortzichtig, kleinzinnig en ja, klein is. De vrouw is eigenlijk een tussenfase tussen een kindje en een man. En de vrouw zit daar eigenlijk tussen. Dus tussen een kindje en een man. En de vrouw zit eigenlijk tussen een kindje en een man. Dus bij een kindje kun je eigenlijk gaan wandelen. Met een man kun je een goed gesprek hebben. En de vrouw zit daar tussen. Dus af en toe wat wandelen met die vrouw. En af en toe een goed gesprek. Want de vrouw, ja, shoppen, alles zeg, mijn kloten zeg. Ik ben een vat voor vrouwen. Ze passeren de revue en ik voorzie ze tenminste allemaal van een klankband. Ik bedoel, Agnes. Fantastische Agnes. Ik bedoel, Lydie. Hele mooie Lydie, die had fantastische krullen, Lydie. Van die blonde krullen, die, er kwam geen eind aan die krullen. Dat was fantastisch. En Ernestine voor Frikken. Alleen de familienaam al, alleen al Frikken. Die ellendige, onwettige dochter van die boheemse baron. Verschrikkelijk, verschrikkelijk wijf. Irritant, zeg dat je van me houdt, Robert. Zeg dat je van me houdt, Robert. Zeg dat je van me houdt, Robert. Ik kon het niet, ik kon het gewoon niet. Het was alsof er te veel tekst voor te weinig muziek was. Het was verschrikkelijk. Stem alleen op. Oh, ik heb zo lang getwijfeld. Dat ik schrijver of componist zou worden. Belangrijk in een mensenleven, zelfstandigheid. Zelfstandig kunnen leven. Fluitgedrag, nee. Wat voor de meeste mensen escapisme is, was voor mij net het omgekeerde. Zelfstandig kunnen leven, dat is de manier om te overleven. De enigste manier om te overleven. Die boeken van mijn vaders boekhandel vond ik troost. In die boeken van in mijn vaders boekhandel vond ik het leven. Kon ik verdwijnen, kon ik scheppen, kon ik creëren, kon ik denken. Kon ik proeven, kon ik weten, kon ik beseffen dat ik wil dat heel dagen zo van hem verliezen. Zo zend Ruit, promiscuur, fotse fiedelaar. Een beest bent u. Een beest. En wegen gebeten als u verder blijft contact houden met het kind.